De heren van Blindman blazen het nieuwe seizoen van Cultuurcentrum de Adelberg op gang. En dat wordt een bijzonder jaar, want de Adelberg bestaat 20 jaar. Dat brengt mij in feeststemming uiteraard. We staan hier aan het begin van het nieuwe seizoen. Seizoen waarin de Adelberg effectief jarig is, 20 jaar wordt. Het is zo dat we gedurende het ganse seizoen de bezoeker toch willen trakteren op een aantal extraatjes. We hebben ook een paar feestvoorstellingen geselecteerd die men aan een lager tarief kan bijwonen. Dus het zal toch wel de rode draad zijn doorheen het jaar. In die twee decennia bouwde het Cultuurcentrum een mooie reputatie op bij de artiesten. Nee, we zijn al jarenlang hier kind aan huis. En we hebben al het Bach-programma hier gebracht, de Buster Keaton-begeleiding hier gebracht. Ook het oude muziekprogramma, Multiple Voice. Dus ja, we komen hier heel graag. En de klank van de zaal is ook fantastisch. En we hebben ook een geweldig publiek gehad. Hè? Vandaag een ongelooflijk attent en heel enthousiast. Op de seizoensopening mochten uiteraard ook de trouwe bezoekers niet ontbreken. Over het algemeen, en ook nu weer, is het een heel gevarieerd programma. Een heel gevarieerd aanbod. En de ene keer doen we het wat luchtiger en de andere keer een beetje ernstiger. Ik kom heel vaak. Ik kies er de zaken uit die dat ik graag doe. Hoogtepunten. Ik herinner mij zeker nog een Fado-concert van Anna Maura. Vond ik heel mooi, heel pakkend. Maar vandaag vond ik de opening ook wel gedurfd, gewaagd, voor Lommel zeker. Wil je zelf weten wat de Adelberg in haar jubileumjaar serveert? Kijk dan even op de website van het Cultuurcentrum.